Hiermee verklaar ik dit station officieel voor geopend. Erik de Zwart hier. Radio 538 bestaat 10 jaar. 10 jaar radio zoals de pioniers van Radio 538, waaronder Lex Harding, Wessel van Diepen en ikzelf het bedoeld hadden. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In het najaar van 1992 stapte een aantal Veronicanen op bij de Veronica Omroeporganisatie om een droom te verwezenlijken. En van Radio 538 het succesvolle station te maken dat het nu is. Wessel van Diepen hier. Op 11 december 1992 sloot ik het warm draaien onder de naam Hit Radio af en gaf oud-Veronica-directeur Bul Verweij, na een speech van Lex Harding, het startschot voor Radio 538. Iedere doordeweekse ochtend starten we tussen 7 en 9 met Erik in de ochtend. Dan tussen 9 en 12, goud waar je van houdt. Tussen 12 en 2, wil. Voorlopig nog tussen 2 en 4, Erik de Zwart. Tussen 4 en 7 van Diepen draait door. En tussen 7 en 10 kort en klein met Corné Klein. Ook op donderdag de Soul Show. En op vrijdag de Jungle. Straks de start van Radio 538. Dit is de laatste plaat op Hit Radio. Dit is Hit Radio. 6 uur. Hier is het nieuws. Mijn naam is Suzanne van Dedem. Goedenavond. Over enkele ogenblikken gaat het commerciële radiostation Radio 538 de lucht in. Afgelopen dinsdag kreeg het nieuwe station van Lex Harding het groene licht van minister Hedy Dancona van WVC. Met de komst van 538 komt er een eind aan het bestaan van Hit Radio. Op dit moment is Radio 538 te ontvangen door 3,5 miljoen huishoudens. Dat was het nieuws. Dit is jouw radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Alleen de grootste hits. Dames en heren, goedenavond en welkom op dit openingsfeest van Radio 538. Op 31 december 1974 stierven met het tikken van een klok op de middengolffrequentie 538 de laatste minuten weg van het populairste radiostation dat Nederland ooit heeft gekend, Radio Veronica. De zeezender werd het zwijgen opgelegd en daarmee werd commerciële radio in Nederland verboden. Pas nu, anno 1992, is er een wet van kracht die commerciële radio in Nederland weer mogelijk maakt. Vrijwel gelijktijdig met het van kracht worden van die wet besloot de bestuur en verenigingsraad van de Veronica Omroeporganisatie geen nieuw commercieel avontuur aan te gaan, maar binnen het publieke omroepbestel te blijven. Na een uiterste poging om de VOO op andere gedachten te brengen, werd de Vrije Radio Omroep Nederland opgericht, die bij het ministerie van WVC toestemming heeft gevraagd om als Radio 538 in Nederland uit te mogen zenden.
Afgelopen dinsdagmorgen, 10:00, gewoon met de ochtendpost, ontvingen wij van de minister van WVC de officiële licentie om in Nederland commerciële radio te bedrijven. Je weet dat zo'n simpel papiertje eraan komt, maar als je het dan echt in je handen hebt, dan gaat er toch iets door je heen. Een droom gaat in vervulling. Radio 538 is nu binnen enkele minuten werkelijkheid. Niet alleen horizontaal geprogrammeerd, maar ook verticaal uitstekend te beluisteren. Gericht op jongeren en iedereen die zich jong genoeg voelt om de uitdaging aan te gaan. Vanaf dit moment te beluisteren via 3,5 miljoen kabelaansluitingen. En er komen er dagelijks duizenden bij. Zo kan vanaf volgende week donderdag bijvoorbeeld ook Hilversum en omstreken Radio 538 ontvangen. Zodat ook de publieke omroepmedewerkers in het Radio 538 gevoel kunnen delen. De eerste fase is gerealiseerd. Ons volgende doel is in de loop van volgend jaar een etherfrequentie. Tot op dit moment hielden wij de adem in. Ook naar de reclamewereld. Maar vanaf nu zal ons salesteam, onder de bezielende leiding van Barry de Hartog en Nico Kreuning, en ieder die belangstelling toont in Radio 538, met een persoonlijk bezoek vereren. Zo mogelijk zal ik daarbij zelf ook van de partij zijn. Radio 538 was nooit werkelijkheid geworden zonder het kleine, maar fantastische team waarmee ik dag en nacht mag samenwerken. Jongens en meisjes, jullie zal ik nooit vergeten. En wie wij allen ook nooit zijn vergeten, is de man die hier met een druk op de knop de start van Radio 538 officieel gaat maken. Een levende legende in Radioland. De vroegere directeur van Radio Veronica, 83 lentes achter de rug. Zeker niet jong in leeftijd, maar des te meer van geest, Ome Bul Verweij. Goedenavond, dames en heren. Beste Lex, Lex Harding, ja, zo heet je eigenlijk niet. Hij heet Lodewijk den Hengst. Het is mij duidelijk hoe hij deze licentie heeft losgewund bij moeder D'Ancona. Een vurige hengst op je schoot, die kun je moeilijk weigeren natuurlijk. Alleen weet ik niet of dat verticaal of horizontaal is geweest. Lex, ik ben reuze blij dat ik dit station mag openen. 538 spreekt me natuurlijk enorm aan. Ik weet ook hoe je daaraan gekomen bent, want zijn telefoonnummer is 53719, als ik me niet vergis. Korte Holk 2, 1661, M.J. Nijkerk. Gehuwd met Dolly den Akker. Zijn faxnummer weet ik niet. Maar ik ben toch erg blij dat ik dit kan meemaken en u begrijpt dat 538, dat is heel rumoerig en moeilijk begonnen. Lex is heel vriendelijk voor me geweest. Hij heeft Carolientje Flightingale toe me gestuurd, want ik was een van mijn contactlenzen kwijt en kon dus niets meer zien. Die heeft zij met haar scherpe ogen toch gevonden. En ik moet zeggen, ze noemen mij Oom Bul. Er zijn hier erg veel neven dus. Zijn er ook veel nichten in de zaal? Schitterend. Het zijn de dames die de wetten bepalen. En daarom geloof ik ook dat Lex, kennende, hij zal ook wel zorgen dat hij ook de zwakke seksen goed verdeeld is in zijn nieuwe station. Lex, ik hoop van harte dat het gaat. Het is een rumoerige start geweest. Dat was vroeger ook met 538. Ik geloof dat het een goed teken is. Ik wens je enorm veel advertenties. En hiermee verklaar ik dit station officieel voor geopend. Radio 538, Michael Pilatschik, houdt van je van hout.
538 is weer van kracht. Jong en uitdagend, we hebben er zo lang op gewacht. Radio 538, dit is Radio 538. Met een geheel eigen geluid gaat Radio 58 van start. Alleen te ontvangen via de kabel, maar met grootse plannen. Je radio lacht, Radio 58. Op volle kracht, Radio 58. Onweerstaanbaar, Radio 58. Jouw muziek op je eigen station. Radio 538. The station of a new generation. Radio 538. Op volle kracht. Radio 538. Op volle kracht. Goedemorgen. Radio 538. Dag en nacht. Radio 538. Radio 538. Zet hem vast, zet hem op volle kracht. Van diepen draait door Radio 538. Radio 538. 538 is jong en onweerstaanbaar. Op volle kracht. Radio 538. 538, weer bericht. Radio 538, Erik de Zwart. Radio 538, Max Harding. Radio 538, Jeroen van Inkel. Radio 538. Om ook adverteerders te overtuigen van de kracht van Radio 538, maakten we een compilatie van de eerste programmering. Een presentatie met de commerciële mogelijkheden van commerciële radio. Dit is Radio 538. We staan elke dag voor je klaar. Het muziekstation op jouw golflengte. Want de nummer 1 ben jij. Radio 538. Voel en proef de kracht van Radio 538. Meer dan 3,5 miljoen kabelabonnees kunnen dagelijks afstemmen op Nederlands nieuwste en meest uitdagende muziekstation. Je kiest voor 538 als je jong bent. En als je je jong voelt. Nederlands populairste discjockeys draaien de hits van nu en de toppers van toen. Vertrouw op de klasse en professionaliteit van Wil Luikinga, Erik de Zwart, Ferry Maat, Rick van Veldhuizen, Michael Pilarczyk, Wessel van Diepen, Corné Klein en good old Kees Schilperhoort. Iedere zondag van 12 tot 2 op Radio 5. 3, 8, de Piepshow. Hier zijn Kees Schilperhoort en Erik de Zwart. Behandelt u ook heren? Het is een gecombineerde zaak, ja, dames en heren. Ja, ja, klopt. Dat is gezellig. Ik ben ook in een gecombineerde zaak. Ja. Voor jou is er nog maar één. Radio 538. Eindelijk een station op jouw golflengte. It's my life. Op volle kracht, Radio 538. Michael Pilarczyk, mee klein. Radio 538. Valt het u moeilijk van het rook af te komen in Taiwan? Taiwan is een asbak ontwikkeld die vreselijk vies gaat hoesten en rochelen zodra u er wat as in gooit. Ja. Yeah. Het roken gaat dan vanzelf wel over, denken zij. Ga door. Nee, dat was het. Oh.
zit hem zo aan. Je kan nog steeds bellen met de Eddie Murphy lachjes 021-59-50-80-899. Deze week geeft Radio 538 kaartjes weg voor een speciale voorpremière van de nieuwe Eddie Murphy film. Read my lips! Eddie Murphy, van oplichter tot politicus in The Distinguished Gentleman. We have a new member joining us today, The Distinguished Gentleman from Florida. Een nieuwe topcomedie met Eddie Murphy, The Distinguished Gentleman, vanaf 18 maart in de bioscoop. Gratis kaartjes voor de voorpremière. Deze week bij Radio 538. Wie zei het nou van de week? Rod Stewart in zijn nieuwe videoclip blijkt dat hij een baard heeft laten staan. Voor het clipje van dit Waltzing Matilda, Tom Trumpet's Blues. En nou ziet hij eruit als Piet Veerman. Erik de Zwart, Radio 538. Zeg lekker ga, jongetje, wat doe je daar? Dan gaat het muntje, Jan. Ja. Of wil je liever iets anders, een mooie cd? Nee, doe maar een muntje. Weet zeker, Jan. Ja, weet je wat je kunt winnen, Jan? Ik heb niks aan een cd, ik heb je cd. Iedere zaterdagavond. Jouw officiële pre-party program. 3 uur lang. De heetste dance. Van Diepens Dance Department. De Soul Show is er iedere donderdagavond van 7 tot 10 op Radio 538. Met de import top 10, de billboardlijsten, de band van doorstarters en in het nieuwe derde uur veel jazz, rock en fusion. De Soul Show, al 20 jaar trendsetter op de plaats waar je hem gewend bent. Donderdagavond hier op 538. Radio 538, dat is horizontaal genieten. Jouw favoriete show, elke week, elke dag op hetzelfde uur. Radio 538. Praise the Lord, hallelujah, he's back! Iedere werkdag. Wessel van Diepen. Van 4 tot 7. Van Diepen. Draai door. Draai door. Radio 538 programmeert alle hits die Popminute Nederland wil horen. Zoenhits, huiswerkhits, househits, gouden hits, oude hits, Engelse hits, Hollandse hits. Elke dag vragen honderden luisteraars hun favoriete plaat aan. Geen probleem, Radio 538 draait ook op verzoek. Jouw muziek op je eigen station. Radio 538. Dit is Radio 538. We staan elke dag voor je klaar. Het muziekstation op jouw golflengte. Want de nummer 1 ben jij... Radio 538. Radio 538 roept wekelijks duizenden enthousiaste reacties van luisteraars op. Radio 538 ging onder een enorme golf van publiciteit van start. De 538-formule blijkt een eclatant succes. Radio 538 bereikt een brede groep actieve luisteraars. Jong, ondernemend, midden in de maatschappij. Via 538 kunt u op verschillende manieren rechtstreeks met deze doelgroep communiceren. De 538 Commercial. Uw radiospot kan op elk gewenst tijdstip worden uitgezonden. Stel je eens voor, je hebt gesport met een lege woel. Wat doe je dan? Wat is dan je doel? Nominale Dangerous Album van Michael Jackson. Hit na hit. Het houdt niet op. Gevaarlijk veel hits op Dangerous Michael Jackson. Overgewicht. Nou niet huilen, pap. Zo hangen ze toch ook niet in die achtbaan? Kijk maar naar die andere ouders, die durven ook. Ik ga toch met je mee? Niet zo bang zijn, kom maar. Doe mee aan de unieke Fanta-promotie. Dan krijg je 5 gulden korting, zodat je je ouders heel voordelig een dagje kan meenemen naar een attractiepark. Kijk op het Fanta-actieetiket. Heeft u overgewicht? Verantwoord afslanken met Slank U Fit. Slank U Fit. Natuurlijk. Of kies voor billboarding. Koppel uw product aan een van onze populaire shows. Aan het begin en het einde van het programma formuleren wij luid en duidelijk dat het programma door uw product werd mogelijk gemaakt.
Leer uw product bijvoorbeeld aan Ferrymaat Soul Show. Nostalgische gouden oude show goud waar je van houdt. De 538 op 30. Of aan het ultramoderne Van Diepens Dance Department. Radio 538. Van Diepens Dance Department wordt gesponsord door Philips. De hoofdprijs bij Wil Wil Wel is een compleet verzorgde avond in het Lido Theater Restaurant in Amsterdam. Geniet van een uitgebreid viergangen diner met champagne. Laat je verrassen door Passion. Een wervelende show met zang, dans en variété. Luister naar Wil Wil Wel en win een compleet verzorgde avond in het Lido Theater Restaurant in Amsterdam. U kunt uw product ook onder de aandacht brengen door het als prijs beschikbaar te stellen. Wint de kandidaat de prijs, dan vermeldt de discjockey het gewone artikel. Weet je wat je kunt winnen? Radio, stereo. Met dubbel cassette is het ook. Goed, we zijn er weer door deze aflevering van Wil Wil Wel. En we hebben een heleboel mensen aan de lijn gehad. Maar Betsy Jonker uit Heerenveen, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt een Philips Radio cassette recorder. Hoi! Wil Wil Wel werd gesponsord door Philips. Dit waren een aantal voorbeelden van reclame op Radio 538. Maar er zijn nog veel meer creatieve mogelijkheden. Alles is bespreekbaar. Proef en voel de kracht van 538. Dat was het nieuws. Kom je nest uit. Dit is Radio 538. We staan elke dag voor je klaar. Het muziekstation op jouw golflengte. Want de nummer 1 ben jij. Radio 538. Rick. In de morgen. Nou, zo erg zal het niet zijn dat het tijdsverspilling is wat ik aan het doen ben. Nee. Paul Hardcastle hoor je en Don't Waste My Time. 7 over 7, goedemorgen. En als je net bent wakker geworden, doe vooral je gordijnen niet open. Buiten is het triest en troosteloos weer. Zelfs de zon is nog niet helemaal op. En buiten dat, Ajax heeft gisteren ook nog verloren van Auxerre. Dus ik zou me diep schamen onder de wol blijven liggen en roepen dag, dag. Goedemorgen Nederland. Ik word wakker, zo charmant. Doe nou niet zo raar. Zit Nederland gewoon heel even niet mee. Oh, daarover gesproken. Vandaag ook nog snelheidscontroles op de A58 tussen Breda en Roosendaal. Straks veel meer informatie hierover. En verder wil ik ook graag mensen uit hun bed gaan willen. Gewoon om eens een beetje te pesten, een beetje te sarren. 021-59-50-899. Als jij iemand kent die altijd te laat is, dan bel ik diegene zometeen gewoon even uit haar bed. Goedemorgen, Rick. Tijd om op te staan. Wake up. Het is vandaag woensdag 17 maart. Hoe laat is het? 12 over 7. En mag ik even weten wie de Stichting Preventie te laat komen nu weer uit zijn bed belt? Safira van Maren uit Beuzigen. Oké, daar gaat ie. Chicory Tip hoorde je met Sana, mijn vader, Grand Funk en Some Kinda Wonderful. En uit de categorie vergeten, maar niet versleten, Carole King en Beautiful. Prachtig. Jezelf ook van die platen die vergeten zijn, maar nog lang niet versleten, die erg leuk zijn om weer eens terug te horen. Stuur ze op, het adres is Radio 538, postbus 1538, postcode 1400 LH in Bussum. Houd waar je van, houd! De ijdelheid zelf, you're so vain. Vele beroemdheden hebben er last van als ze van die sterrenlures krijgen. Sommigen drijven dat erg ver door, hoor. Die stellen zich ook voor met de woorden: hallo, kent u mij niet ergens van? You're so vain van Carly Simon, Herman Hermits, de voorjaar nummer 1. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. En Rosanna van Toto, de eerste van deze drie. Goud waar je van houdt, dit is Radio 538 en de Doobie Brothers. Volgens mij zit er een ongekende logica in dit nummer van Bloem. Ik heb het alleen niet kunnen ontdekken, maar het zit er volgens mij wel in. Omdat, parce, because, omdat van Bloem. Die Rhythmics, de vorm met When Tomorrow Comes. En de Doobie Brothers hoor je met What a Fool Believes. Lijnen staan weer open. 021-59-50-50-899, de Radio 538 verzoeklijn. En anders kan je faxen 42696. Mama said to me, op volle kracht. Wil, wil, wel. Radio 538. Marianne van Voorsluit Dieren, je kunt twee muntjes winnen met twee vragen. De hoofdprijs is een loopmeneer. Ja. Ik heb hier de vragen liggen. Als jij bereid bent, dan kunnen we beginnen. Ja, ik zou zeggen, kom op met die vragen. Kom op met die vragen. Kom op met die vragen, ja. Welk korps is niet zo blij met het nieuwe embleem wat ze op hun petjes en hun jassen en hun uniformen moeten dragen en zo? Oh, wat een vraag. Hè? Even kijken.
Ze vinden zichzelf net een soort postbodes worden nu. Een soort postbodes? Ja, en het zijn dus geen postbodes. Ze zijn voor hele andere doeleinden zijn ze in het leven geroepen. Van de douane? Nee, nee. Oh, niet. Ah, jammer. Oh, jammer. Helaas, wat jammer nou toch. Jan, een vraag. Daar komt ie. Hoe heet het huisje van een Eskimo? De Eskimo-hut. Ja. Een iglo. Hoi! Dan gaat een muntje, Jan. Ja. Of wil je liever iets anders? Een mooie cd? Nee, doe maar een muntje. Weet zeker, Jan? Ja, zeker. Weet je wat je kunt winnen, Jan? Ik heb niks aan een cd. Ik heb geen cd. Oh, nee. Meen je dat nou? Als wat en don't turn around. Als disjockey waarschijnlijk tussen 2 en 4 iedere dag op Radio 538. Goedemiddag allemaal. Welkom op deze woensdagmiddag 17 maart 1993. Wat gaan we doen? Strakjes om half drie natuurlijk weer de laatste roddels en de mooiste platen. Wil je er eentje aanvragen? Je weet het altijd van harte welkom. Jouw verzoekjes op 021-59-508-99. De radio's met Chico's Nana, met Bart Peters erin, die op dit moment liever herkend wil worden als die jongen die bij de radio's gitaar speelt en niet meer als Bart Peters. Wat een bescheidenheid, hè? Bijna vals. Van het Nana gaan we naar het Lala. Luister maar. Wild Passion en Cheryl. The OJ's en The Love Train uit de jaren 70. Ik zei er straks al, we kregen een faxje van het hoofdkantoor Algemene Inspectiedienst. Dat zit op de Kloosterraderstraat nummer 25 in Kerkrade. Dat is het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. En voor de meldkamer AID gaan we dit speciaal doen, want die hebben een leuk top 3'tje gemaakt. Op 3 vinden we Grand Funk Railroad met Some Kind of Wonderful. Op nummer 1 Van Halen met Jump. En dit staat op nummer 2. Ongeveer 16 voor 7 straks. Kort en klein met Corné Klein. Corné, zeg eens eerlijk, heb je het wel eens dat je gewoon echt geen zin hebt om uit te gaan, maar dat je haar zo goed zit dat je wel moet? Stylistics, I can't give you anything but my love. Radio 538. Tweede uur van Diepe Draak door het uur met de top 538, de 5 meest aangevraagde van vandaag. En dit is de prachtplaat. Ze is mooi, ze zingt mooi, ze heet Dina Carroll, Special Kind of Love. Inner Circle, All I Wanna Do Is Rock With You, Radio 538. Ik riep aan het begin van het programma, we hebben hier toch een fax staan, dus fax een lichaamsdeel. De handige fax gekregen van Ronald en Geert-Jan. Stemmen meteen voor Snap voor de top 538. Lemsters zie ik hier op papier staan. En een hele aardige tekening met daarbij de tekst: sorry, maar de kop van mijn baas past niet in de fax. Deze tekening komt aardig overeen. De lijst is compleet, de stemmen zijn geteld. Shy If I Ever op 5 in de top 538. Hallo, met wie? Hallo, met Siska de Vent uit Almere. Hey Siska, wil jij de nummer 4 aankondigen voor ons? Dat wil ik, in de top 538 op nummer 4. Michael Jackson en Heal the World. Corné Klein. On the air, everywhere. Ramming, jamming, humping and pumping met Lenny Kravitz. Een nieuwe single heette Are You Gonna Go My Way. En daarvoor Time After Time en Cindy Lauper. Kort en klein, 538 weerbericht. Vanavond en vannacht is het droog met een minimumtemperatuur van 7 graden. Morgen veel bewolking met kans op regen. In de loop van de dag gevolgd door opklaringen. Yeah! De middagtemperatuur varieert van 9 tot 13 graden. Whitney! Whatever you is Schilperoord. En met de tweede ronde van de piepshow en met weer 100 gulden in kas. Tot zo. Kijk, tot zo. En dan die piep. Daar gaat het om. Het is de bedoeling dat u zegt wat hij zegt in plaats van die piep. En wie is u? Dat zal ik u vertellen. Dat is mevrouw Van der Weijden. Heel goed, mevrouw. Hartelijk dank voor uw medewerking. Zwart? Ja. En bij wie heeft u op school gezeten? Bij mij aan de overkant is de school. Aan de overkant? Ja. Welke? De Johan Huisman. Bij jou afgestuurd ben. Ja, ik ben van verschillende scholen verwijderd. Na goed overleg altijd, hoor. Ja. Nee, Johan Huizinga school heb je toch opgezeten? Nee, daar heb ik niet gezeten. Oh, dan. Erik, wel in de nee, daar wilden ze hem niet hebben. Ik op de huishoudschool gezeten. De huishoudschool, Pim. Ja. Nou, op, joh. Thank God it's Friday! Vrijdag. Recht in je mik. Michael en Corné. Welkom. To the jungle. Beter plezier aan George Freulich. Waarom dan? Dat zijn verschrikkelijke kwallen, eerlijk. Dat zijn toch de Magic Friends
Van Radio 3? Nou, verschrikkelijk. Of zijn het de Tragic Fans? Ja, de Tragic Friends. Fans. Ja, voor mij is het geen Magic Friends. Waar luister je dan wel graag naar? Ja, dat is uiteraard 538. Ah! Nieuw, uitdagend en onweerstaanbaar. Je hoorde twee hits achter elkaar. Mr. Big en Romeo. En dit was Deacon Blue. And Your Town. 538 weerbericht. Vanavond en vannacht af en toe regen. Morgen is het bewolkt. En vooral in de middag regent het. De middagtemperatuur ligt rond de 7 graden. En de zuidwestenwind neemt af tot kracht 6. Op je radio is het 538 met Howard Hewitt, Jeffrey Daniels en Jody Watley. Shalomar, the second time around. Met 538 is de radio weer het beluisteren waard. Niet alleen door de weeks onweerstaanbaar, want wij weten ook hoe het weekend klinken moet. Op zaterdag, Weekend Rick in de Morgen, de Nederlandse hitparade, Wil Winkelt Wel, Ferry Schouwe Oude Club, de Album Top 100 en Van Diepen's Dance Department. Op zondag, Koen van Tijn, Kees Schilperhoort en Erik de Zwart in de Piepshow, Michael Pilarczyk, de 538 Top 30 en The American Top 40. Het Radio 538 Wereldweekend. Eindelijk een weekend dat altijd aanstaat. Is jong en onweerstaanbaar. Op volle kracht. Radio 538. Nieuw en uitdagend. Radio 538. The station of a new generation. Radio 538. Radio 538. Jouw station, op jouw golflengte. Jeroen van Inkel gaat in eerste instantie niet mee naar Radio 538. Een offer he couldn't refuse hield hem in het publieke bestel. Wel feliciteert hij 538 met de start van haar station. Om op 17 april 2000 eindelijk dan toch de overstap te maken. Vrienden en collega's van Radio 538. Dit is Jeroen van Inkel en langs deze weg, terwijl ik in een file sta die langzaam rijdt, wens ik jullie heel veel succes en bied jullie mijn oprechte excuses aan dat ik niet lijfelijk aanwezig kan zijn bij de openingsparty. Mijn dochter heeft me nodig, want die moet straks in slaap gesukkeld worden. Wie weet zet ik jullie wel even aan. Nou, dan komt ze niet in slaap waarschijnlijk. Heel veel succes en we spreken elkaar. Iemand die wel meteen meeging was Ferry Maat. Met zijn legendarische soulshow. Een nieuweling op de tiende plaats. Naughty by Nature en Hip Hip Hooray. Eventjes, wat gaan we doen vanavond? We hebben de telefoonlijn weer opengezet. Hij gaat al, zegt Corné. Je kunt bellen naar 021-59-50-8-99. Als je vragen hebt over de soulshow of over importmuziek. Corné zit bij de telefoon en die geeft op alles antwoord. Dat is een van de experts van Radio 538. Er komt hele leuke muziek uit Nederland de laatste tijd. En die hoort ook thuis in de soulshow, vind ik. Dit is een randverschijnsel, maar het moet erbij. Ze zijn met z'n vieren, twee jongens, twee meisjes. En ze noemen zich Dalux. Je hoort vanavond het cd'tje wat ze uitgebracht hebben, de cd-single. Er staat een leuke extended version op. Hier is Don't Talk Innocence. Why Did I Let You Go van de mooie Dina Carroll. Populaire zangeres bij Radio 538. Heeft toch een prachtplaat gehad ook trouwens. Het gaat goed met de BVD, de Bond van Doorstarters. Er zit weer leven in de bond. Dat valt me mee. Ik had gedacht dat het wel een beetje moeilijk zou worden. Want ja, 538 heeft natuurlijk nog niet zo gek veel luisteraars. Nog niet alles is op de kabel aangesloten. De grote steden ontbreken, althans Rotterdam en Utrecht. Dat is schandalig, vind ik dat we daar niet te ontvangen zijn. Maar in ieder geval, er wordt aan gewerkt. Ik denk dan komen er weinig mixen binnen. Maar deze week waren er al twee in de postbus. Dus we gaan daar volgende week uiteraard een van die twee mixers uitnodigen. Want er zal beslist wat goeds bij zitten. Vanavond dus om 20:30 hoor je een classic mix van 1981, The Dance Decade. Hier is Arts and Crafts. Met 538 is de radio weer het beluisteren waard. Niet alleen door de weeks onweerstaanbaar. Want wij weten ook hoe het weekend klinken moet. Op zaterdag, Weekend Rick in de Morgen, de Nederlandse hitparade, Wil Winkelt Wel, Ferry Schouwe Oude Club, de Album Top 100 en Van Diepen's Dance Department. Op zondag, Koen van Tijn, Kees Schilperhoort en Erik de Zwart in de Piepshow, Michael Pilarczyk, de 538 Top 30 en The American Top 40. Het Radio 538 Wereldweekend. Eindelijk een weekend dat altijd aanstaat. Hallo BVD'ers van Nederland en omstreken. We hebben een paar mixen binnengekregen. Soul Show.
9 op de meest swingende koopavond van de week. En dat was om de BVD, de Bond van Doorstarters. Mocht je een mix hebben die je op wil sturen, dan kan dat. Het postbusadres is postbus 1538 1400 LH in Bussum. Dus radio 538. Postbus 1538 1400 LH in Bussum. En richt hem aan de voorzitter van de BVD. Zijn naam is Ferry Maat. Weet je waar ze ongelofelijke zin in hebben? Ja, heb ik ook zin in. Nee. In Stevie Wonder. De breuk met Veronica is een feit. Dat spijt ons. Voor Veronica. En daarom maakten de 538 DJ's hun muzikale excuses. Nou ja, muzikaal. Toch hebben wij hard genoeg gegrild. Veronica, sorry. Is het nou allemaal echt voorbij? Veronica, sorry. Maar het ligt niet aan jou en het ligt niet aan mij. Niet aan Radio 3, die zijn ook niet blij. We zijn niet te stoppen. Radio 3 hebben toch de hele tijd vertwijfeld gezocht. Nu komen we met volle kracht, keihard terug met 538. Jeroen, Rob, Adam en de rest van 3 zaten allemaal bij Lex op de knie. Soms vond je het niks, maar je kreeg het cadeau. We zien wel wie het laatste lacht. Veronica, sorry. Maar we doen dat liever bij 538. Veronica, sorry. Veronica, sorry. Veronica, sorry. Veronica. Kan er met windkracht 0 een club vergaan? En wie wil dan graag bij het afscheid staan? Veronica gaat ook zonder ons door. Maar het spijt iedereen nu je het team niet meer hoort. Veronica, sorry. Veronica, sorry. Het gaat goed met 538 en dat verdient een nieuw geluid. Een nieuw jinglepakket wordt in 1994 geïntroduceerd. The Young Generation, Radio 538, Erik de Zwart. Ja, nummer 1 hit radio, Radio 538. Bart van Leeuwen, Freddy
538. Het gevecht om ether werpt zijn vruchten af. In het voorjaar van 1995 dwingt Radio 538 via de rechter een etherfrequentie af. 103 FM is vanaf dan de frequentie waarop Radio 538 in het midden van het land te ontvangen is via de ether. Dit is Radio 538 via de zender Lelystad op 103 FM. Tot voor kort kon op deze frequentie het programma van Radio 1 ontvangen worden. Voortaan is Radio 1 in de Flevopolders te beluisteren via de zenders Haarlem 94.3, Smilde 101.0, Wieringermeer 101.6, Arnhem 104.1, Marklo 104.6 en via de middengolffrequentie 747. Dit is het nieuwe geluid op 103 FM. Welkom, Autoradio, Ghetto Blasters, Rockman, 103 FM, de hete hitmachine. We moeten nu ook even een van die radio's uitzetten natuurlijk. Geachte Radio 1 luisteraar, als je je afvraagt wat er nu gebeurt, dan had je beter moeten luisteren. Dit is 538 op de 103 FM. Voortaan 24 uur per dag, 7 dagen per week alleen de heetste hits voor in ieder geval een heel groot gedeelte van Nederland op FM. Zullen we eventjes uitleggen wat dit is? Dit is 538 Late Night. Dat vindt plaats iedere avond tussen 9 en 1. En zoals de rest van het station, nummer 1, hit Radio 538, alleen de heetste. Wat jij wil, Radio 538, weer bericht. In het begin van 538 nog onderwerp van discussie. Waar moest de top 40 worden uitgezonden? Bij de publieke omroep of op Radio 538? Vanaf 1993 is de Nederlandse top 40 iedere vrijdag te horen op Radio 538. Daar waar de top 40 hoort. Mr. Top 40 himself, Erik de Zwart, dook voor deze cd in zijn eigen archief. Er zijn zoveel hitparades in Nederland, maar ze maken er allemaal een zootje van. Ik, Bart de Graaf, directeur van de Bart Omroep Organisatiestichting, verklaar hierbij de top 40 als enige echte Nederlandse hitparade. Luister daarom iedere vrijdag tussen 3 en 6 naar Erik de Zwart met de top 40. Met cd's zijn er sinds het begin van de top 40 total uitgegaan en we gaan maar door, ook deze week. Voor de winnaars heb ik wederom 10 cd's Sonic Dance Power 4. En als je die bij de gelukkige bent, dan is er altijd nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de studio van Radio 538 en je weet wat we lekker vinden. Dus niet vergeten, klaar voor het grote werk? Let op, dit zijn wat kleine regeltjes. Herken zometeen de 3 platen uit de top 40 en zoek vervolgens de noteringen van deze songs op in het gedrukte exemplaar van zaterdag 28 oktober. Zet je antwoord op een briefkaart en vermeld ook tevens het telefoonnummer waarop je overdag te bereiken bent. Let op, want daar zijn ze weer, die 3 fragmenten. En je weet het, die fragmenten krijg je zomaar, maar voor die noteringen moet je wel wat doen. Het eerste nummertje. Het tweede nummertje. Je kan de Mr. Bombastic, zijn die fantastic. Wat me naam me bak, je zegt aan Mr. Rowe. Het derde nummertje. Stuur nu jouw oplossing naar Radio 538, de top 40 Toto, postbus 1538, postcode 1400, LH in Bussum. En wie weet ben jij een van die 10 cd's Sonic Dance Power 4. Je weekend begint met de enige echte Nederlandse top 40.
cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Dit is de Piep Show op Radio 538 met Kees Schilperhoort. Zijn wij heiden blij, hier is Kees Keus. De klapper van de week. Eind van de week en eindelijk vrijdag, wat staat er in de top 40? Op naar het weekend, laat maar komen, wat zijn de hits van deze week? Kom maar achterover, luisteren wij 3-8 en nog iedere vrijdag weer af. Driving Show. Dat bekende weekendmorgengevoel. Uitslapen. Bakje thee. Boswandelingetje. Familiebezoek. Dag, pa. Niet weer, hè? Tja, het hoeft niet. Want wie het altijd zo was gewend, staat nu anders op. Als die weekendrik in de morgen kent. Zaterdagmorgen van 7 tot 10. Zondagochtend van 8 tot 10. Vrijdag. Recht in je mik. Michael en Corné. Welcome to the jungle. Normaal gesproken gaan we hier heftig van start, maar een belangrijk moment is aangebroken in de show. Voor het eerst. En hij staat hier naast mij in levende lijven. Geen alarmschijf. Lex Harding presenteert de 538 Prachtplaat. En dit is de Prachtplaat. Dit is de alarmschijf. Erik de Zwaar op volle kracht. Elke dag op 538 tussen 2 en 4 met Erik. Nummer 1 in Nederland. Top 40. Nummer 1 in Nederland. Top 40. Nummer 1 in België. Nederland. België en Nederland. Trouwens, op de Antillen luisteren ze. Op volle kracht, Erik de Zwaar. Radio 538. Erik de Zwaar. Met de top 40 hier op 538. Erik de Zwart op 103 FM, daar hoor je hem. Dag en nacht, hard en zacht, op volle kracht is 538. Hou je van zwart, zet je radio dan hard. De top 40 met Erik de Zwart. Zie je het leven niet meer zitten? Zijn je dagen vol van smart? Stem dan af op deze zender, Erik de Zwart op 538. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte, alle 40 op een rij. Met Erik de Zwart op volle kracht. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte, alle 40 op rij. Met Erik de Zwart en de hits waar je op wacht. De Nederlandse top 40 op 538. 1
En hier is een man naar mijn hart. Erik de Zwart. Zelf maakte ik in december 2000 mijn laatste doordeweekse uitzending. Ik blijf op zaterdag van die Business Department presenteren. Jeroen Nieuwenhuizen nam mijn plaats over. En samen sluiten zij, samen met alle 538-collega's, de laatste uitzending af. Yeah. We brengen boys. Meestal draait de dansplaat op Amerikaanse radio nog steeds. Ja, ja, je kan nergens komen of het ding klinkt uit de speakers. Precies. Goed. En we dachten dat Nederland er vrij van was, maar toch. Uiteindelijk toch nog een keer, maar het is mijn laatste programma, dus het mag wel een keertje. Hey, ik heb mailtjes binnengekregen. Je moet eigenlijk elke dag weg. Het is leuk. Ja. Ja. Nou ja, weg, maar in ieder geval. Hè? Ja. Hey, Wessel, eentje van Kees van Koppen. Toen ik hoorde dat je zou stoppen met je middagprogramma, was ik geschokt. Ik vind het jammer. Het was altijd erg lekker luisteren. Gelukkig blijf je wel Dance Department doen. En dan blijf je natuurlijk The Voice op 58. Dankjewel. Eentje van Sandy. Hey Wessel, jammer dat je door de week stopt. Maar super dat je doorgaat met Van Diepen's Dance Department. Want anders is Van Diepen's Dance Department niks zonder Van Diepen natuurlijk. Nou ja, Dance Department zonder Van Diepen. Ja, goed, dat is een ander verhaal. Dat zou ik ook niet kunnen missen. Dan blijf ik tot in de eeuwigheid, tot in lengte der dagen doorgaan. Ja, het is rolstoelvriendelijk, het gebouw dus. Ik ook. Vincent Settler uit Hollywood. Hollywood ook. Die mailt, helaas ga je ons verlaten op de middag. Echt jammer, maar lucky us. Blijf wel op de zaterdagavond. Ik hoop dat je daar nog een tijdje blijft. En gelukkig komt er een hele goede dishoekje te zitten. Jeroen Nieuwenhuizen. En dan ben jij. En wat ga je doen? Nou, het is wel leuk als ik dan kijk, zo'n minuutje 1000 piek weggeven. Dat is fantastisch. Weet en dat je ga je na iedere plaat ga je dat doen? Ik ga dat gewoon doen. Ik heb wat gespaard. Okay. Nee, we gaan reizen weggeven. Volgende week elke dag een reis naar Washington D.C. Meen je niet? Ja, super. 5 dagen ga je daar naartoe dan. Met nou, ik ga weg en dan komen de goede prijzen pas op. Dat is echt waar. Radio 538 Architects. En nee, let the body groove. Nee. En Nieuwenhuizen. Ja. Niet om het een of het ander, maar ik vind het wel een beetje lullig. Mijn laatste door de weekse uitzending. Aha. Niemand die even de studio inkomt. Nee, vervelend hè? Oké, voortaan alleen nog maar op zaterdagavond met veel liefde en plezier. En om het allemaal waardig af te sluiten. Tijdens personeelsweekenden gaat de Studio on Wheels mee. Wat in ieder geval opvallende radio oplevert. Hey, omdat er wat drank in het spel is, heb ik even een moeilijk woord opgeschreven. Het is een woord dat waarschijnlijk niet bestaat. Maar ik wil even wat DJ's even vragen of we dat even kunnen uitspreken. Kijken hoe dronken ze zijn. Kobus Bos gaat toevallig naast me. Ik heb hier een woord voor je. Kan je dat even in één keer achter elkaar lezen? Kijk hoe het klinkt. Okay. Ga je gang, Kobus. Rattenstaartenpudding mausbordjeshouder. Moes eigenlijk. Moes. Ja, bijna goed. Ja, Kobus Bos gaat dames en heren. Even kijken, we gaan even kijken of nog... Barry Paf, ben jij er ook? Barry Paf? Lino, hallo. Ik heb hier een woord voor je, lees het even in één keer door. Ja. Ga je gang, Barry. Ja, wat is dit woord? Ja, voor je neus op dat papiertje, dit woord, hier, alsjeblieft. Barry, in de microfoon praten, Barry, hallo. Hallo. Ja, ga je gang, Barry. Wat is het woord, Lino? Het woord staat voor je op het papiertje, dat woord. Ja. Hallo. Dames en heren, Barry is zo dronken, hij kan niet meer lezen. Hey. Ja, het is dat we hier geen taxi naar huis kunnen bestellen, anders wat je nu weggaat. Lindo, volgens mij zou je volgens de boot, zou jij zelf per roer terugroeren, zeg maar. Ik wil maar zeggen, iedereen moet Barry even in de gaten houden dat hij niet terug gaat zwemmen vanavond, anders dan vissen we mij het maas diep vanaf. Ik heb diploma A, B, Barry een vuurtje te geven, dan gaat hij spontaan ontbranden volgens mij. Ik weet niet. Als Barry vraagt om een vuurtje, niet doen, want dan vliegt hij in de hens. Dus laat het even zitten vanavond. Barry Pop wordt mede mogelijk gemaakt door de vodka, denk ik. Maar goed, dat even te zijn. 538 live vanuit de Schelling. Zometeen de ex-dance fest van vorige week. Sweet Female Attitude en Flowers. Maar dat maakt Barry Pop denk ik niet meer mee, want die ligt zo meteen te slapen. In april 2000 zorgt Radio 538 voor de grootste DJ-transfer van de Nederlandse radiogeschiedenis. De populairste ochtenddisjockey van Nederland, Edwin Evers en Jeroen van Inkel maken tegelijk de overstap naar Radio 538. U was ook bij het concert van André Hazes? Ja. Ja? Ik was ook bij André Hazes. Ik heb u niet gezien dan. André Hazes is een hele goede vriend van mij. Hè? Oh. Kent u ook dat liedje van Hazes van Een Vriend? Een Vriend, ja, dat ken ik, ja. Dat is speciaal voor mij, is dat geschreven. Hè? Meent u dat nou? Opvallend is namelijk dat dat refrein is namelijk, hielp ik je daarom uit de goot. Dat is de tekst. Uit de goot? Er staat vandaag in de krant, er zijn 683 winnaars namelijk. Dus ik weet niet of Nee, dat is altijd natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Ik wil gewoon iedereen zijn deel. Nou, dat is hartstikke leuk. Ik zeg, hoe meer winnaars, hoe beter natuurlijk. Jawel, maar je moet het... Ik gun iedereen zijn deel, dus nou, wat dat betreft is dat prima natuurlijk. Ja, nou, dat is aardig, maar je moet het geld dus wel verdelen met die andere mensen. Hoe bedoel je delen? Nou, iedereen krijgt natuurlijk een gedeelte van dat geld. Ja.
Dus je krijgt 27 gulden 10. 27 gulden 10? Ja, dat is de prijs die je krijgt. 27 gulden 10. Frank, hou eens op. Hallo toch op. Hé, hoe is het met jou? Ja, goed met jou. Goed. Ja, prima. Hey. Prima. Wat doe je? Ja, nou, ik zit momenteel in Den Haag. Het is leuk dat je belt. Ik zit momenteel in Den Haag op de Hofvijver. Op de Hofvijver? Ja, ik ga zo... We gaan naar Cape van Winneboord. Ja, daar ben ik even voor, inderdaad. Ad Melkert. Doe even je helm af. Oh, neem me niet kwalijk. Ja, ik hoorde niks van zo, hè. Niet te verstaan zo. Ja? Zo beter? Ja, dat is een stuk beter zo. Zeg, even over de wedstrijd. Je werd 12e, er waren er maar 12. Je was laatste, dat is niet zo best, hè? Ja. Nou ja, goed. Dat is natuurlijk maar net hoe je er tegenaan kijkt. Als het achteruitrijden geweest was, dan was ik eerste geweest. Los. Radio 538 groeit door tot het tweede station van Nederland. In 2002 verslaat Radio 538 zelfs haar publieke concurrenten Radio 2 en 3FM. Met wekelijks 3 miljoen luisteraars is de droom van de pioniers van 538 eindelijk uitgekomen. Radio 538. Dit is de muziek van 538. Dit is de muziek van 538. Het vinden en opleiden van nieuw talent staat hoog in het vaandel bij Radio 538. Met 538 Webstation en de 538 DJ School is het station continu op zoek naar radiotalent. Barry Paf werd op zijn 17e ontdekt door Erik de Zwart en groeide in korte tijd uit tot een van de populairste DJ's onder jongeren. Hij sleepte vele Hitkant Awards binnen. Barry heeft liever niet dat we dit laten horen, maar we doen het toch. Zijn eerste uitzending. Het bewijs is geleverd. Bijna de helft van alle jongeren wil Radio 538 overal in de ether. En altijd 538 moet beter in de ether. 103 FM. Precies.
Aan het begin van 4 uur lang Party Pill People Paradise was het Robin Rash en We're Gonna Go Club Hopping. Een hele goede avond, welkom bij Party Pill People Paradise. Ja, sorry, ik heb de naam niet verzonnen. Erik Cross is er vandaag niet, ik ben Barry Paf en ik ga je vermaken de komende 4 uur. Even kijken, dan moet ik dit knopje hebben volgens mij. 103 FM, Radio 538. Deze tip voor het was Underworld en Born Slippery. Dit is Radio 538, de station of a young generation op 103 FM. En daarvoor hoorde je Maxi Priest samen met Shaggy en Dead Girl. Lekker hits onderweg, waaronder Omboza, Adam Clayton, Larry Mullen en nu Roel Orleana. 538, weerbericht. Oh, de komende uren lost de bewolking overal op en vannacht wordt het grotendeels helder. Het wordt fris met een minimumtemperatuur van 6 tot 11 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook enkele stapelwolken. Het wordt al wat warmer met maximaal van 20 tot plaatselijk 25 graden. De wind is oost-noordoost, zwak tot matig. Ook maandag is het vrij zonnig met op meer plaatsen temperaturen van 25 graden. De dagen daarna wordt het steeds vrij warm, maar iets meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui. Radio 538 met nu de Pointer Sisters. Op volle kracht, Radio 538. Radio 538 met deze van de OT Quarters en Hold That Sucker Down. Nou, we gaan niet dieper op de inhoud van deze plaat in. Dan krijgen we nou ja een soort van piepshow hier op 538. En dat is volgens mij op een andere tijdstip altijd. Hey, het is Party People Pill Paradise. Of Party Pill People Paradise. Hele ingewikkelde titel. Vandaag is zaterdag 3 augustus 1996. Tot 2 uur allemaal leuke plaatjes op je radio. Waaronder Nance.